Dit is het bedrijfspark aan de Bakensteinse Zoom in Zwijndrecht. Helemaal achteraan, recht tegenover een aantal voetbalvelden, staan de kevens nu opgesteld. Een noodgreep, want de Roma-zigeuners zoeken nog steeds een plek waar ze langere tijd kunnen staan en waar ze ook stromend water en elektriciteit kunnen krijgen. Tot gisteravond stonden ze op een parkeerplaats aan de A16 bij Hendrik de Ambacht. Ja, wij komen uit Duitsland. En we willen een paar maanden wintertijden hier in Nederland blijven. Maar met de zomertijd zijn we weg. Burgemeester Jonker van de gemeente Hendrik de Ambacht had met de Roma-familie afgesproken dat ze tot uiterlijk van morgen in zijn gemeente mochten blijven staan. De plek was namelijk niet geschikt voor lange verblijf. Een ongeschikte plek. Want er is geen gas, water en licht, er is geen riolering. Dit is geen andere plek in de gemeente? We hebben een woonwagencentrum in onze gemeente, maar die staat vol. De burgemeester vindt wel dat er nu snel iets voor zigeuners moet worden gedaan. Van generatie op generatie hebben ze deze levensstijl. Het is niet een probleem van vandaag. En ik vind eigenlijk dat we dat Europees zouden moeten oplossen en zeggen van laten we in elk land 3 plekken regelen, zodat rondreizende zigeuners een tijdje kunnen blijven en dan weer doorgaan. De familie wacht nu af hoe de gemeente Zwijndrecht gaat reageren. Zwijndrecht heeft echt geen idee wat ze met de kevenbewoners aan moet. De gemeente is nu bezig met een brief die morgen bij de 6 gezinnen wordt afgeleverd. Wat er in die brief staat is nog niet bekend. Wel mogen de kevenbewoners voorlopig blijven staan op het terrein aan de Bakensteinse Zoom.